Maar het interessante, en dat weten we ook uit literatuur over bijvoorbeeld bindingsangst en verlatingsangst, is dat als jij een veilige, stabiele basis in jezelf creëert. en dat vanuit het begin in het daten gaat uitstralen, dat je mannen zo zou aantrekken of vrouwen zou aantrekken. die dat ook weer inspireert om van, oeh, maar dit voelt anders dan met al die andere mensen, mensen met wie ik gedate heb. En ik geloof er nog steeds in, en ik zie dat ook bij de mensen die ik coach, dat mensen nog steeds op zoek zijn naar stabiele liefde voor de lange termijn.